Uw moeder die leeft nog. Hoe leeft zij momenteel? Nou, ze is 83, ze woont nog zelfstandig en ze is nog redelijk mobiel. Ze kan zelfs ook nog fietsen. Al merkt ook zij wel dat de jaren beginnen te tellen, dus het wordt wel steeds wat lastiger voor ze. Maar als ik dat vergelijk met bijvoorbeeld mijn schoonmoeder, die dementerend is en in een verpleeghuis wordt verzorgd en jonger is dan haar, dan heeft zij het nog behoorlijk goed. Mijn vader is net 70 geworden, maar die is nog buitengewoon vitaal. Die is nog druk met van alles, ook met wat bestuurlijk werk en zo. En die woont eigenlijk dus nog gewoon nog ook thuis. En bezoekt u uw vader vaak? Ja, regelmatig. Ze wonen een uur dan bij ons vandaan. En daarnaast, ik heb met mijn vader ook een soort ritme ontwikkeld dat ik hem twee keer per week bel. Ja, vind ik heel belangrijk om daar ook woensdagmorgen, zaterdagmorgen altijd even bij praten. Dat je niet echt helemaal langs elkaar heen gaat leven, maar even dat contact er op die manier ook inhoudt. Nee, ik vind het ontzettend belangrijk dat generaties oog en oor voor elkaar hebben en elkaar ontmoeten. En ook in deze tijd van crisis is het zelfs een heel groot risico dat generaties tegenover elkaar komen te staan, oud tegenover jong. Ja, dat moeten we echt voorkomen. Het is ook niet bijbels. Ook in de Bijbel leren we dat we de ouderen moeten respecteren en dat we van hun wijsheid ook gebruik moeten maken. Maar de ouderen die krijgen ook voorgehouden dat ze de jongeren goed in beeld moeten houden en ook een plek moeten geven. Nou, dat zijn wijsheden die moet je gewoon ook toepassen. Ideale oude dag. Ik denk dat het voor mij ook heel belangrijk is om niet het gevoel te hebben dat je eigenlijk een soort uitgerangeerd bent. Dat je nog wel bij die samenleving hoort. En in die zin vind ik dat, zoals ik dat nu van mijn vader, maar ook bij mijn schoonouders eigenlijk zie, vind ik dat eigenlijk wel heel aansprekend. Een zinvolle oude dag waar je niet het idee hebt van nou, ik hoor er eigenlijk niet meer bij.